Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is allang in verval, verzonken. Mensen geloven niet in Gods bestaan en verwelkomen zijn komst niet. En verwelkomen zijn komst niet. Ze gaan onwillig akkoord met zijn verzoeken, delen niet echt hun blijdschap en pijn met hem. Aangezien mensen God als ondoorgrondelijk zien, doen ze alsof ze glimlachen naar hem. Tonen hem een kruiperige houding, omdat ze Gods werk en wil niet kennen. Mensen zijn niet langer wat God wil. Ze verdienen de naam mens niet. Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen. Wandelende lijken die Satan behuizen. God zal eerlijk zeggen wanneer de dag komt dat eender wie hem aanbidt, wie hem aanbidt, minder zal lijden dan jij zal moeten lijden, omdat je geloof minder is dan Job of de Farizeeën. En dus als de dag van vuur neerdaalt, zal jij ernstiger lijden dan de Farizeeën en leiders die tegenover Mozes stonden en Sodom toen het werd vernield. Mensen zijn niet langer wat God wil, ze verdienen de naam mens niet. Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen. Wandelende lijken die Satan behuizen. Satan heeft gevangen wandelende lijken.